Dag lieve mensen, welkom bij Angel Shaman Power. We gaan eens even kijken de volle maan van 19 augustus in het teken Waterman met de zon in Leeuw. Air element, luchtelement, Waterman, communicatie. Dus er komt communicatie, het zij met je hogere zelf. Of met je intuïtie. Of de waarheid. En de waarheid komt naar voren. Of jij gaat de waarheid in jezelf zien. Of je krijgt de communicatie met iemand anders. Die jou de waarheid komt brengen in een bepaalde situatie. Dat kan zijn dat je de waarheid krijgt in een bepaalde energie waar je in zit. Of met jouw geliefde. Dat kan. Ik hou het eens even op geliefde. Het maakt niet zoveel uit of dat nou een tweelingziel is of een karmische partner. Als je ervan moet leren, dan gebeurt dat. Dan krijg je die inzichten wat je nodig hebt. Heeft te maken met sacrifice, dus iets opofferen. Misschien heb je jezelf te lang opgeofferd voor een relatie. Of je hebt jezelf opgeofferd naar jezelf toe. Dat je niet voor jezelf durfde op te komen. Dat je niet voor jezelf durfde te kiezen. Dat je bepaalde stukken niet durfde te zien. Dat kan. En dat je daar dus nu de waarheid in ziet van, ja, waar heb je jezelf tekort gedaan? Waar heb je niet voor jezelf durven kiezen? Waar heb je dus jezelf verloochend? Dat kan, hè? Dus dat brengt heel veel tegenstrijdigheden met zich mee, Waterman en Leeuw. Want dan gaat het verstand en innerlijk krijg je misschien innerlijke conflicten. Dus het kan. Nou, we gaan eens even verder kijken wat Isis te melden heeft. Wat ik doorkrijg is dat de onderste chakras opgeschoond worden. En in de onderste chakras, zeker in het tweede, zitten de ervaringen vaak van vorige levens opgeslagen. Komt daar tot uiting energie daarvan. Als er vortexen openstaan, heeft dat vaker te maken met je tweede chakra. Dus daar mag iets gezien worden. De vrijheid door passend afscheid. Het kan dus zijn dat je offerande aan Osiris, de heer van de doden. Dus het kan zijn dat er een wedergeboorte plaatsvindt in jouzelf. Het kan ook zijn dat er een wedergeboorte plaatsvindt in jouw relatie. Dat jullie communiceren gaan, dat jullie de waarheid gaan spreken naar elkaar toe. Dat jij misschien je opgeofferd hebt naar hem toe. Hij dat ook weer naar jou toe of naar elkaar of naar een karmische partner. Dat kan een stukje afhankelijkheid geweest, maar dat nu opgeschoond is. Maar dat je wel ook je wilt opofferen, sacrifice, dat je nu de waarheid wilt spreken. Dat je het gevoel hebt van er moet nu iets veranderen. Dus daar krijg je vrijheid door. Door afscheid te nemen van bepaalde stukken waarin je hebt vastgehouden wat niet zuiver was voor je. En vooral energie hoor ik. Oude energie die vanuit heel lang geleden, vanuit vorige levens, die oude energie waarin je misschien stappen achteruit gezet hebt om anderen voor te laten gaan of niet voor jezelf durfde te kiezen. Die energie wordt opgeschoond. Poort van licht, door ruimte en tijd slaat ze haar vleugels uit. Nou, hier heb je het al, door ruimte en tijd. Betekent gewoon door heel veel vorige levens zijn daarmee gemoeid. Waar je dus nu in zit. Dat daar opschoning komt in je lichaam. Want je weet alles, en als je het niet weet, vertel ik het je nu. Alles wat jij meemaakt in dit leven zit als energie opgeslagen in jouw lichaam, in jouw 3D, in jouw lijf. Maar dat zit natuurlijk ook opgeslagen in jouw hogere zelf. Alle ervaringen die je hebt gehad van vorige levens zit opgeslagen in je hogere zelf. En dan neem je ook een stukje mee in dit leven, in jouw incarnatie in dit leven. Dus het kan best zijn dat je daar nog herinneringen aan krijgt, aan vorige levens waarin je het anders had mogen doen, maar niet hebt gekund. Maar dat maakt niet uit, dat kan opgeschoond worden. Wat hebben we nog meer? De vrouwen van de sterren, priesteres van Sirius, de leeuwenenergie, Sirius-energie.
Dus daar wordt heel veel opgeschoond. Ik krijg hier het tweede chakra te zien. Ik voel het ook gewoon. In het tweede chakra wordt er gewoon heel veel opgeschoond. Ze laten me vooral het tweede chakra zien en de baarmoeder. Laten ze me zien, laten ze me voelen. Dus bij de vrouwen is er gewoon in de baarmoeder mag, mogen dingen opgeschoond worden. En als je daar last van hebt, kijk, iedereen heeft natuurlijk bepaalde gaves. Je hebt er misschien, je doet er misschien iets mee, je doet er misschien niks mee. Maakt niet uit. Maar leg eens je handen op je buik. En leg die handen op je buik en voel eens wat er door je heen gaat. Voel eens wat dat doet met jouw buik. En vooral dus rondom je tweede chakra. Dat daar iets gezien mag worden, gevoeld mag worden. Dat je jezelf kunt helen. Of als je daar niet uitkomt, dan mag je me contacten. Maar dat je eens gaat voelen van wat kan ik zelf. Want je kunt in principe heel veel zelf helen. De eerste kaart is serendipity, dus toevalligheden zijn geen toevalligheden, het stroomt. Het is een overeenstemming, het is eigenlijk van, ja, als je iets nodig hebt, dan vind je het. Het is geen toeval meer, weet je. Er gaan heel veel dingen opgeschoond worden en ik word hier gewezen op zo boven, zo beneden. Dus wat je beneden opschoont, gaat ook van de andere kant in je kruinchakra opgeschoond worden. Little children, het heeft misschien te maken met je innerlijk kind. Innerlijk kind zit in jouw tweede chakra. Ik heb daar van de week een video over gemaakt. Anders zou ik zeggen, kijk die nog eens. Dat betekent innerlijk kindstukken terughalen in jouw lichaam. En dat hebben we gedaan deze week. Dus dat was heel bijzonder. Ik had het zelf ook nog nooit mogen ervaren, maar ja, als je dan met iemand een consult hebt die ook op dit soort frequenties, de trillingsfrequentie heeft, dan kan dat inderdaad. En wat ik daar ook mooi van vind, is de bloem, de roos, wordt ook wel eens, zo wordt de baarmoeder ook wel eens, het is genoemd. De roos eigenlijk, Maria Magdalena heeft daar ook een stukje bij van, ik weet nu even niet hoe ik dat moet zeggen, maar wat ik voel is dat je open gaat, dat je open bloeit als een bloem, open gaat als de vruchtbaarheid, zo moet ik het noemen. De vruchtbaarheid voor jezelf, dat je dus kunt creëren en niks is toeval. Misschien gaat dat deze week voor jou gebeuren, dat daar heel veel op in alle kind vlak opgeschoond wordt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat je dat kunt opruimen. Want dat is heel belangrijk. Maar dat is eigenlijk jouw eigen stukje. Ja. Avalon Priestess. Intuitive Awakening. Dus je wordt bewust. Intuïtief bewust. Noem ik dat. Dan een wijze beslissing. Godin Athena. Griekse godin. En Avalon is voor mijn gevoel, heeft dat, ik weet even niet waar dat mee te maken heeft, toch iets van Schotland. Mermaid of Lemuria, dus met vreugde. Je gaat met vreugde nu de dingen neerzetten. Je gaat vanuit creatiekracht dingen neerzetten. Als jouw tweede chakra geheeld is van oude overtuigingen, van oude energieën, dan is er ruimte voor iets nieuws. Dan ga je dus nieuw creëren. Dan ga je dus die dingen neerzetten die je eigenlijk graag wil. En als laatste de Shaman's Dream Oracle. Dat is een orakel. Ik heb het al een hele poos niet meer gebruikt. Waarom? Ik weet het niet. Ik voelde zo. The Willing Tree. The Wailing Tree. Reconciliations. Dus je gaat je herenigen weer met misschien mensen om je heen, vriendschappen, maar ook met je tweelingziel of met jouw geliefde. Dus er komt een hereniging van jou, maar ook het stukje hereniging met jouw innerlijk kind. Wat ik van de week heb mogen ervaren, een stukje innerlijk kind waarbij je terugkomt. Een stukje een zielendeel wat je dan kwijt bent. Dus dat komt bij je terug en dat stukje is heel belangrijk dat je dat ook ziet en dat je dat ervaart, dat je bent al heel. Maar qua energie voelt dat soms nog niet. En dat gaat wel gebeuren. Maar het kan ook zijn dat je gaat
herenigen met jouw tweelingziel. Wat wil er dus blijkbaar allemaal uit? Nou, dat moet dan maar zo. Radical acceptance, beloved. Dus je gaat ook leren radicaal van jezelf te houden. Maar ook die ander kan dan zijn stukjes doen. Wandering between realms. Dus dat je met één voet hier staat en de andere voet als het ware in de energie aan gene zijde. Dat je makkelijker contacten kunt leggen met gene zijde. Dat kan. De obstakels, die worden gezien. Want je ziet daar het licht in het midden. Dus jij gaat via jouw derde oog obstakels zien waar je vastloopt. Connectivity. En dan kun je het connecten met elkaar. Dan kun je connecten met daar loop ik vast. Dat is de oorzaak. Die lijntjes, die draadjes ga je dus zien. Waar loop ik vast en hoe komt dat? Oorzaak, gevolg. Crown games, right use of power. En refusal of the call. Het kan dus zijn dat je dus nog tegenstrijdig bent van, ik wil dat niet, ik heb daar geen zin in. Maar dat dat wel de bedoeling is van spirit. En the right use of power. Dat je je kracht gewoon goed gebruikt in plaats van met piekeren. Maar nu om te creëren. Want je hebt die kracht om te creëren. Je hebt die niet gekregen om te piekeren. Je kunt namelijk dat creëren wat je wil. Als jij daarvoor kiest, als jij kiest voor jezelf en als jij kiest voor een creatiekracht in plaats van de dingen naar beneden halen. Heb ik nog iets anders nodig? Ik heb het gevoel dat ik iets van Colette van Baron Reed moet hebben. Ik ga eens even kijken. Ja, waar sta je dan? Waar ben je? Oh, hier. Dat is niet wat ik eigenlijk wilde. Oh ja, hier. Deze. Ik had deze gepakt, de wijsheid van het orakel. Maar ik zag meteen de Goddess Power. Die ga ik als laatste doen, want ik voel dat die ook nog iets wil vertellen. Wat zegt de wijsheid van het orakel? De opruimen. Dus je gaat dingen opschonen. Je gaat jezelf opschonen. Je gaat van binnen opschonen. Wat past er nog bij mij? Wat past er niet bij mij? Zodat je in een drie-eenheid komt. Ja? Heel belangrijk. Tussen twee werelden alweer. Het kan ook zijn dat je nog half in het verleden hangt en naar het nieuwe wil. Maar dan zul je wel iets moeten opschonen. Je kunt niet naar het nieuwe als het oude niet opgeruimd is. Want dan neem je altijd een stukje mee van het oude. Dus ook vanuit vorige levens. Dus het is heel belangrijk om ook te kijken of er nog een vortex open is. En of daar nog iets opgeschoond mag worden en dichtgemaakt mag worden. Zodat je die energie wat je vroeger had, of in een vorig leven, niet meeneemt naar iets nieuws. Want je gaat nu bouwen. Je gaat nu bouwen op stabiele basis. En die mag niet wankel zijn. Want dan kom je niet daar waar je wezen wil. Nou, ja, die moet dan toch nog. Even kijken, wat is deze? Flexibel. Dus je mag flexibeler zijn. De dingen ook creëren. Je ziet dat hij op dat ei staat te balanceren. Flexibel zijn, balancerend, meegaan met de stroom. Voorzichtig, stapjes zetten, kleine beginstapjes. En gewoon met rust en gemak en plezier vooruit gaan. En niet te snel, want dan breek je dat ei kapot. Dus laat, en niet te snel bedoel ik niet met kracht, niet met te veel verkeerde kracht. Gebruik jouw kracht wijs, gebruik jouw wijsheid. Wise decision. Dus met plezier vooruit gaan. Niet vanuit, en het moet, en het zal, nee. Met plezier. Ga in die frequentie van, ik ga met gemak en plezier ga ik alles creëren wat ik graag wens. Punt. En dan gaat dat ook zo. The Goddess Power. Wat willen de godinnen nog vertellen? Generosity. Overvloed. Dat is wat zij aangeeft. Ocean. De overvloed die gaat er komen. Heeft te maken met aarding. Ook de aarding in de energie gaat komen. Dus die overvloed dat je heel goed kunt aarden.
maar ook op aardsvlak gaan de dingen stromen. Niet alleen op 5D, op energetisch level. Het gaat dus nu ook in de aarding. Knowledge, alweer die wijsheid. Gebruik je intuïtie, gebruik die wijsheid die in jou zit. Je hebt alle kennis al. Ga in je water, zo noemen we dat bij de angstsessies. Ga in je water, ga in de flow mee. Ga in jouw emoties, ga kijken wat daar zit. Ga kijken wat je voelt. En dat is niet alleen voor jouw eigen proces belangrijk, maar ook betrekking tot jouw geliefde. De kaart Mastery. Dan heb je eigenlijk dat overwonnen. Dan ben je meester over jouw emoties. Balans 44. Voel voor mij als balans. 4 en 4 is 8. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Yin-yang. Zwart-wit, donker en licht. Zonder licht is er geen donker en andersom ook niet. Dus je hebt beide nodig om de balans in jezelf ook te ervaren. En wijze beslissingen maken. Dat zal je dus ook de komende week meer en meer gaan ervaren dat dat nodig is. En hoe zich dat ontwikkelt tussen jou en je tweelingziel, dat, of je zielenpartner of wat het dan ook is, dat merk je vanzelf. Het is van belang dat je eerst even de focus naar jezelf toe houdt. Want als jij niet voldoende voor jezelf kiest, of denkt, ik hoop dat die komt, hopen, stop ermee alsjeblieft. Dat woord heeft gewoon een frequentie in zich. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hopen is ongeloof. Je gelooft het niet dat het gebeurt. Als jij constant zegt, ik wil, dan zul je altijd meer krijgen van dat je het wilt, maar dan heb je het niet. Dus als jij zegt, ik wil hebben dat mijn tweelingziel contact met me opneemt, dan stop er maar nu meteen mee, want het gaat het nooit gebeuren. Je krijgt nog steeds meer situaties dat je het wilt. Je moet gewoon zeggen, hij heeft contact met me opgenomen. Ik ben zo dankbaar en zo blij dat hij me gebeld heeft. Ik ben zo dankbaar en zo blij dat hij gewoon voor mijn deur staat. That's the spirit. Zo manifesteer je. Niet om te zeggen, ik hoop dat hij contact opneemt. Ik hoop dat hij zijn lessen gaat leren. Dat gaat hij dan nooit doen. Jij manifesteert dan verkeerd. Jij gebruikt de verkeerde woorden. Je gebruikt de verkeerde gedachten. Het maakt ook niet uit trouwens, hè, of je dat hardop uitspreekt of gewoon denkt. Jouw gedachten worden jouw werkelijkheid. Heel simpel. Als jij van binnen heel erg manifesteert, robotic affirming. Hij zit naast me op de bank. We kletsen met elkaar. We drinken koffie en we eten wat nootjes of weet ik het. Snickers, ik noem maar wat. Dat soort dingen. Als je dat manifesteert. Van het is in de tegenwoordige tijd. Wat ben ik daar dankbaar voor. Wat ben ik zo blij dat ik dat nu aan het gebeuren is. Dat dat nu gebeurt. Dank je wel dat dat nu is. Ik voel me goed. Ga in dat gevoel zitten. Wat jij hebt als die naast jou op de bank zit. En als die vertelt met je. En als jullie samen koffie drinken of wat hij dan ook drinkt. En luisteren naar muziek. Wat het dan ook is. Of vertellen de hele avond. Ga in die frequentie zitten. Ga in die emotie zitten. En dat is de spirit. Vanuit die emotie ga je manifesteren. En niet vanuit, ik hoop dat hij dat gaat doen. Ik hoop het, maar ik geloof het niet. Nou, dat weet het universum. Oké, geloof je het niet? Dat is wat jij nog meer wil. Dus blijkbaar, dan geef ik jou nog meer hoop. Dan geef ik je nog meer jaren dat je kunt hopen blijven. Tot je non zweegt. Of als jij manifesteert van, ja, ik wil dat hij contact opneemt. Dan krijg je nog meer van de energie van willen. En willen betekent, ik heb het niet. Dus let op hoe je manifesteert. Goed, als jij in dat proces zit, dat jij dat heel moeilijk vindt. En dat jij heel moeilijk kunt zien waar jouw frequentie stagneert. En als jij heel moeilijk kunt zien waar je vastloopt. Ja, dan heb ik verschillende mogelijkheden wat je daaraan kunt doen. Mijn
ontwikkeling. Cursus is online. Kun je gewoon zo doen. Meteen als je het bestelt, laat ik je meteen toe in de groep. En dan kun je meteen starten. En 10 minuten daarna, zodra ik je heb toegelaten, kun je meteen beginnen. Dus het ligt aan jou hoe snel jij dat gaat activeren. Maar daar staan dus healing sessies in. Dat 6 uur heb ik opgenomen met informatie hoe je manifesteert. Welke woorden dat je moet gebruiken. Tips en tricks hoe je manifesteert. Hoe je dat het beste kunt oplossen. Dat het snelste gaat. Wat heb ik nog meer daarin? Healing sessies. In iedere 6 uur zit ook een stukje healing. Ik laat je voelen wat het betekent om helemaal vrij te zijn qua gedachten. Dat je beseft wat het betekent om echt in de rust, in de innerlijke rust te zijn. Dus dat is een traject. Ik heb nog de inner guidance. Daar leer je ook hoe je kunt manifesteren. En vooral ook de connectie met spirit. Hoe zij met jou communiceren. Welke methodes dat zij gebruiken om met jou contact te maken. Want het zijn er meer dan alleen maar liedjes laten zien. Dus dat soort dingen. En ja, dat kun je ook gewoon meteen doen. En dan heb ik nog afstandshealingen of privéconsulten. Maar goed, die andere dingen zijn iets van rond de 20 euro. Duurder zijn die niet. Dus dat is natuurlijk ook altijd makkelijk. Kun je ook altijd luisteren. En als jij zegt, ik heb genoeg hier aan, zou ik weet wat te doen, staat helemaal goed. En als je zegt, van ik heb hulp nodig, dan mag je me contacten. Ik zal de links hieronder neerzetten naar die sessies van die groepsstukjes. En de rest, ja, spreekt voor zich. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes. Dankjewel voor het kijken en namaste.